Ik kan mijn benen niet meer zien. Dit is een scheve boom. Hij is zo... Drie, twee, één. Ja, hij werkt! Ik ben zo tevreden met de paddenstoel die hier gewoon is ontstaan. Het is gewoon de beste nieuwe netherportal die we hebben. Hoi! Hoi! Ik schrok serieus uit dat je hij was ook veel dichterbij dan ik eigenlijk dacht. Je kwam echt net te dichtbij inderdaad. Hallo. Welkom. Nee. Oh. Au. Oh! Nee, grapje. Welkom. Bij een. Nee, dat gaan we niet doen inderdaad. Welkom bij een nieuwe video. Video. Welkom bij een nieuwe video. Pak wat glaasjes water en wat cola. Wat biertjes en wat chipjes en wat nootjes. Want we gaan weer beginnen met de video. We gaan leuke dingen doen. Leuke dingen doen. We gaan Robin. Leuke bij de video. Robin. Video. Robin. Bij de video. Robin. Robin. Video. Je bent weg. Oh, daar ben je weer. Video. Video. Hallo, welkom. Leuk dat jullie er zijn. We zijn hier met Robin helaas. En ik heb shaders aangezet. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Ik weet niet of ik dat leuk vind. Ik weet niet of Robin dat leuk vindt. Nee. Robin vindt het niet leuk. Laat even weten in de reacties als je dit voortaan wil. Dat je gewoon shaders wilt. Ja of nee. Dus laat maar gewoon. Zeg maar gewoon met of zonder. Meer niet. En dan ga ik vergeten waar het over gaat. En dan denk ik, waarom staan mijn reacties vol met en zonder? Met. En met zonder. Met en zonder. We gaan vandaag leuke dingen doen, Robin. Erg leuke dingen. Ja! Nee! Het is geen roleplay. Welkom bij de video! Zullen wij de endportal maken? Ja. Robin, we zijn aangekomen. Vooral jij. Ja, klopt. Ik zie het aan je onderkin. Ik kan mijn benen niet meer zien. Maar zullen we en gewoon... En jij? Zullen we gewoon ja, je benen nog zien? Nee, ik had ze ook niet meer zien. Ik ben ook aangekomen. Nee, we gaan hem gewoon om echt punt plaatsen in het midden. Gewoon hier, waar deze paddenstoel zit. Op een grote paddenstoel. Grote witte strepen. Pak een buitenspiel erbij. Maar ik vind het een leuke plek. Man, free deze paddenstoel dan. Hoezo, dit is gewoon het centraal punt. Ja, dat klopt. Heb jij blokken meegenomen? Ja. Echt? Ja, maar gaan we het daarmee doen? Dat zo, eh. Oh, zullen we eens trouwens deze nieuwe winkel even checken? Die heb ik nog nooit gecheckt. Die van Nathan. Ja. Nathans winkel. Nathan die verkoopt mos en andere prachtige mooie dingetjes. Dus we gaan zeker even kijken of wij hier ooit een keer mos willen kopen van hem. Enchanted boek naar keuze. 8 diamonds per te goed bon. Honeycomb. Oh, hij verkoopt ook honing. Hij verkoopt cactus. Hij verkoopt moscarpets. Hij verkoopt azalea's en flowering azalea. Of klopt dat azalea? En weet ik wat. Best wel lijp wat hij allemaal verkoopt. Kan ik deze val denk je overleven? Gaan we kijken. Ja, ik denk het wel. Nu jij! Oké, okay, het casino? Het casino hij is af. Hij is helemaal niet af. Wel, kom maar. Hij is nog lang niet af. Echt wel. Je hebt er echt al heel lang niet af verder gebouwd. Wel, in mijn livestream van gisteren. Je bent gisteren live geweest. Misschien als deze online staat wel. Wat? Je bent wel verder gegaan. Misschien als deze online gaat wel. Welkom, wil je fiches kopen? Er is echt gewoon niks hier. Ah, nou, stop. Je hebt een voorkant, dat staat hier überhaupt. Casino in aanbouw. Waarom is alles mooi trouwens en die netherportal is zo lelijk? Ja, we gaan het winkeleiland een make-over geven en tegelijkertijd de netherportal plaatsen. Dat is onze job voor vandaag, oké? Dat is onze job. Dat is onze job. Het winkeleiland een make-over. Plus, begin. Oké, ik ga blokken halen. Ja, ik ga blokken halen. Als je vergeet dat we in Discord call zaten, dus horen we elkaar nog steeds. Ja, ik was het niet vergeten, maar ik heb mijn deum geknakt. Zo. Je deun. Ik heb mijn duim gekneusd. Wat is een deun? Je hebt je deun gekneusd. Gekneusd. Je hebt je deun gekneusd. Daar. Wat willen we voor blokken? We moeten even een mooie nieuwe stijl bedenken. Bamboe neem ik mee. Een bed. Neem alsjeblieft een bed mee. Of slaap nu ja, even. Ja, kijk René's winkel. Dat staat vol met bedden. Oh ja. Ja, daar kan ik nu op slapen.
Dat staat inderdaad vol met bedden. Ik ben vast begonnen met gewoon de details hier, weet ik veel. Vastberaden. Laten we dan gewoon deze poepzooi eindelijk een keer mooier maken. Ja, want het is gewoon lelijk. Ik maak het pad ook iets breder. En dan kunnen we hem ook meer van steen maken. Wat ga jij doen? Want dan splitsen we een beetje de taken. Een beetje terraformen. Terraformen, prima. Dan doe ik het pad wel, oké? Ja. Nee, kan je hier boom hier opplaatsen? Denk het niet, hè? Dat denk ik ook niet, maar we gaan het even proberen. 1, 2, poef. 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 Nee. Dan moeten we dus echt met dingen gaan werken. Met heel veel leaves. Ik heb gras mee. Hij staat niet eens in het midden. Hij staat echt heel echt schuin gewoon. Echt. Hoe kan dat nou? Moeten we helemaal ons best gaan doen met leaves en zo. En bomen moeten we plaatsen. Jij hebt van die saplings, zei je? Ik heb saplings. Kijk. Ja, die is wel echt leuk, zo'n boom hier. Hij past ook bij dat paarse namelijk. Daarom. Dat hout. Dit is lijp. Oké, Robin is belletje plegen, de loser. Loser. En in de tussentijd zijn wij gewoon lekker hier alles aan het mooi maken. Er zijn al bloemetjes en blaadjes en boompjes en weet ik veel wat. Het is ook tijd om bamboe te gaan plaatsen zometeen. Dat kan als het goed is overal, dus dat scheelt. Moeten we eigenlijk even wat deur tussendoor plaatsen. Waar wij dan bamboe op kunnen neerzetten. Gewoon midden in het pad. Dat is altijd leuk. Hier, hoppakee, bamboe. En dan laten we hem een beetje groeien. Zo. Dan doen we hier nog een bamboetje erbij. Hoppakee, die laten we ook groeien. Nou, dit ziet er toch gewoon al leuker uit. Zou het winkeleiland op een gegeven moment helemaal zo is? Nou, dan kunnen we Robin trots maken. Van dit soort dingetjes plaatsen hier en daar. Ook nog zo eentje hier. Hoppakee. Moss carpets ertussendoor. Mocht ook wel echt eens een keer tijd worden, want het is zo lelijk altijd hier. Zonnebloemetjes erbij. Nog hele mooie andere bloemetjes ploppen we neer. Het pad naar de paddenstoel hier, die moet ook echt anders. Maar het is wel leuk dat we hem op de paddenstoel houden. Want dat is gewoon winkeleiland. We spannen met z'n allen op die paddenstoel. Dus dan is dat ook gewoon waar de netherportal terecht komt. Oh, die leaves moet je even... Oh, je hebt zeker geen twee ijzer op zak of schaar of iets. Ah, nee. Misschien dat hier ijzer toevallig in zit. Eén ijzerblok. Ik weet niet van wie die is, maar ik betaal René wel één ijzerblokje terug. Oh, maar dan krijgen we geen saplings trouwens. Ja, maar voor alleen deze keer. Want ik heb het gewoon weer een beetje liefs. Die zijn dus wel anders. Kijk daar boven op die paddenstoel. Waar? Daar. Oh, misschien verkoopt hij mos. Dan kunnen we Nathan undermijnen. Ik ga kijken of hij mos verkoopt. Hij koopt small drip leaf, verkoopt hij. Ah. Dat is ook wel mooi, toch? En hoe kom je aan drip leaves? Ja, als het goed is, verkoopt Nathan die ook. Maar... Ja, maar die wil ik zelf eigenlijk ook wel. Een drip leaf. Ja, die drip leaves, dat is ook pas in de nieuwe update. Maar die kan je nu al kopen. Ja, dat wel, maar ze zijn nog niet te vinden. Nou, dan ga ik kopen. Ik bedoel, dikke info. Drip leaf, ik koop er gewoon 6. Ja. Dan heb ik gewoon wat drip leaves. Daar kun je op staan. Lijp, die hangen toch? Of niet? Hè, die kan je niet plaatsen. Nou joh, ik plaats hem voor nu al 4 gewoon. Het begint al echt heel mooi te worden, Robin. Nou ja, het ziet er al beter uit dan eerst. Het ziet er echt veel beter uit dan eerst. Oké, maar hier kunnen we denk ik ook de portal gaan plaatsen, toch? De netherportal. Dan houden we het een beetje compactelijk, want we kunnen wel weer overal plaatsen. Maar als we gewoon dingen dicht op elkaar plaatsen, dan blijft het gezellig, weet je? Dan moeten we de portal zelf even mooier maken. Ja. Ik wil me heel graag op die paddenstoel houden, want dat is gewoon waar we gespannen zijn met z'n allen. Maar ik twijfel of... We kunnen er ook een grote paddenstoel van maken. Dat is ook cool. Een grote paddenstoel. En dat daar de portal op staat. Ja, dat in de stam, zeg maar. Oh, dat moet wel een hele grote paddenstoel zijn. Ja. Maar het kan wel. Dat zou wel heel cool zijn, ja. Dat we gewoon een grote paddenstoel maken en daar zit de portal in. Plaatsen we een leuk watertje hier, want het moet wel gewoon overal goede details hebben. En ik denk dat we het vooral langs het pad leuk willen hebben. Zand zou eigenlijk nog moeten, maar ik heb geen zand, dus skip dat. Halen we nog wat meer water en gelukkig is het een eiland, dus er is overal water te vinden. Dikke hatsenflats, Robin. En hier, en dan nu infinite water. Zo, met shaders is het moeilijk om water een beetje te zien waar het nou wel en niet stroomt. Dat is echt heel moeilijk om te zien. Nou, volgens mij heb ik het nu wel goed. Oh nee, ik hoor nog water stromen, maar waar? Ja, kijk, het stroomt nog hier, maar je ziet het gewoon niet. Plaatsen we de leuke groene goede toeien in aan de onderkant. Lilypads hebben we dan ook nog nodig, maar die heb ik helaas niet hier. Dus die fixen we ooit nog wel eens een keertje. Ik zal even wat random saplings gaan plaatsen. Wel een beetje normaal nog. Ja, kijk, het hele pad hier vanaf eigenlijk de portal tot en met hier langs en dan die kant op is helemaal gedaan. Je hebt ook water aan de zijkant zien. Nu moeten wel lilypads in. Enig is, het is totaal niet belicht hier. Dat is wel echt crap. Het moet even... Ja, dat is waar. Het moet echt even goed belicht worden nog. Voor de rest is het helemaal, helemaal netjes gefixt hier. We hebben gewoon eindelijk een normaal pad. Zou ik lenters zo halen? Ja, dat is goed. Alleen het is hier jammer, want hier hebben Ido natuurlijk allemaal normale bomen geplaatst. Dat is niet erg, dat is hun gebiedje gewoon. Dat kan toch gewoon nog steeds prima, dat loopt gewoon over, joh. Ja, dat is waar. Kunnen de toortjes ook weggehaald worden? We moeten het nu even nacht blijven, want dan kunnen we even checken hoe en wat. Chillen aan deze ruimte, vooral aan dit eiland, is dat hier gewoon geen mob spawnen, omdat het een mushroom island is. Ja, klopt. Dat is heel chill. We spawnen hier gewoon geen zombies, geen creepers, niks dat alles kapot kan maken. Dat is zo fijn. Deze is maar aan één kant gaan groeien.
Dus is helemaal krom gaan staan. Dit vind ik oprecht een lelijke boom. Maar kijk, het hout er ook in. Hij hoort zo krom. Zie je? Ja. Wat raar. Maar deze is ook gek. Kijk maar, naar deze. Ja, maar dit is wat minder gek. Zie je? Want die is ook aan de andere kant gewoon normaal. Deze was echt aan één kant. Puur. En chill is, ik heb nu ook weer meer leaves van deze. Ik wist niet dat ik hier ook leaves uit kreeg. Als in die bijzondere leaves. Dit is een scheve boom. Hij is gewoon helemaal raar gegaan. En als iemand ergens op een gegeven moment een winkeltje kan maken, kan hij natuurlijk gewoon wat bomen weghalen en daar zijn winkel. Dat is geen probleem, weet je? Maar voor de tijd inderdaad. Dat er niks is, is het gewoon leeg. Nou, dan vind ik dit nog wel een mooie spot voor ooit een keer een winkeltje. Hier ga ik een winkeltje plaatsen binnenkort. Claim nu vast een spot. Dit vind ik wel een leuke plek voor de winkel. Zullen wij samen een winkeltje doen? Patent op alles. Ook echt patent op alles. Ja. Pas, het ziet er zoveel anders uit hier. Als je hier rondloopt. Ja. Het is zo'n ander eiland geworden. Nu ik hier ook zo sta, jongens. Kijk ik naar mijn winkeltje. Denk ik dat ik het hout even wil gaan strippen. Om hem gewoon even up-to-date te houden. Want ik bouwde hier in het begin met die stijl dat ik gewoon zulk hout wilde gebruiken. Maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik stript hout gewoon zoveel mooier vind. Dus we gaan alles lekker strippen. Yeah. Heel leuk werk, alles strippen. Maar kijk het verschil. Ik vind dit zoveel mooier. Dan past hij ook wat meer in de stijl. Kijk nou als je er bovenop kijkt. Wat een... groen. Oké, Robin moest helaas gaan. Ik heb alles hier omgestript. En het winkeltje ziet er zoveel beter uit, jongens. Hij past er nu gewoon helemaal. Het is niet meer zo misplaatst voor mijn gevoel. Rick is er. En ik heb een leuke verrassing, jongens. Kijk eens, ik heb hier 12 end portal frames. Want in onze server in Content Vein is helaas het probleem dat de end fortress niet is gespand. Of de end dungeon, hoe je het wil noemen. Omdat wij per ongeluk structures uit hebben gezet. En dat konden we niet meer oplossen. Dus onze oplossing voor dat probleem is in dit geval dat we hem zelf gaan plaatsen. En dan gaan we hem gewoon hier op de dingen gaan plaatsen. Dus Robin, dit is het enige wat ooit in deze hele server uit creative mode is gehaald. Maar ja, het moest al een keertje. Jongens, anders konden we gewoon niet naar de end. Dus ik ga het aan Rick vragen. Rick, ik heb een leuke quest voor ons. Boom. We gaan hem plaatsen. Ja, we gaan hem plaatsen. Dan gaan we een keer met meerdere erheen. Maar het is tijd om hem gewoon een keer te plaatsen. Waar gaan we hem plaatsen dan? De planning is, ik denk, hier. Ik wilde hier een winkeltje eigenlijk doen, maar ik vind dit wel een leuke plek om de portal te plaatsen. En dan een beetje ook weer leuk aangekleed. Ja, hij moet leuk aangekleed zijn. Dus, en ik weet niet of je deze dingen kan hakken. Dus we moeten hem echt gelijk goed plaatsen. Je kan ze niet hakken. Dat daarom. Dit is het enige wat we ooit in deze server gecheat hebben. Omdat we geen keuze hebben, weet je. Het is de endportal. Mm-hmm. We moeten wel. Dus we moeten hem wel goed plaatsen. Dus we moeten even een midden bedenken. Ik denk dat... Zit hij dan? Ja, daar zit hij wel in het midden, hè? Ik zit even alleen het vierkantje uit te hakken, want dan gaat hij hier omheen, gaat hij natuurlijk. Wat we natuurlijk niet in gaan spannen, zijn gewoon de Ender Eyes, weet je? Die moeten we wel gewoon regelen. Ja. Dat kan ik heel simpel maken. Oké. Wat heb jij genoeg... Ik weet alleen niet of ik genoeg enderpearls heb. Ja, kijk, oh, dit is op zich wel te doen. Ik heb wel een beetje enderpearls. Alleen ik heb geen... Ik heb blaze. Jij hebt blaze rot? Ik heb enderpearls. Ja. Kom, volg me maar. Dan gaan we even langs onze twee huizen. Dan, ik heb als het goed is... Hier... Ergens... het zijn er maar 5. Dus, maar ik heb looting. Dus als we even naar de nether gaan en naar die biome gaan, weet je? Dan pakken we een nieuwe... Soul biome. Ja. Dus, of hoe heet die? Niet de soul, die andere. Die blauwe. Ik weet wel een route naar, want Anne is degene die helemaal bordjes had geplaatst hier. Met Soul Sand Valley. Nee, dat is hem niet. En hier was Green Forest. Daar moesten we heen. Green Forest. Zo, ik heb shaders tegenwoordig aan en ook de nether ziet er dan zoveel lijper uit. Hey, jij daar. Ja, jij zit te kijken. Maar kijk eens even. Pieuw! Zoveel abonnees hebben wij op dit moment. Kijk, wauw! Woehoe! Maar daar kan wat bij. Plus 1, plus 1. Plus 1, plus 1, plus 1. En dan zitten we zo op een nieuwe mijlpaal. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Maar ook like, 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 liken. En reactie geven. En als je dat doet en je zegt iets. Nou, niet iets gaan zeggen. Maar als je iets zegt en je zegt... Hoi, ik ben nieuw. Ik ben geabonneerd. Dan geeft Makkesje een hartje. En dat wil je. Want dan voel je je goed. En dan kun je lekker slapen. Bap! Je bent nog bijna gepakt ook. Als het goed is zijn we er, want het wordt wel heel anderkleurig nu met mijn shader pack, merk ik. Het wordt wel heel grijs en grauw hier. Ja, we zijn er. Kijk, daar heb je ze al. Kijk ze wel gewoon aan. Komen ze al. Oh! Ja, ze verdwijnen echt. Oh, ja, bij mij. Ah! Hij surprise attack me. Ja! Ik heb... Oeh, ik kreeg 2, volgens mij. Ik heb er al 7, dus ze zijn close. Oh ja, hier, weer. Hoppakee. Ja, 10. Oh, hij dropte er 3. Oh, hier is er nog 1. Oh, 2 zelfs. Mobniveaus. Oh, het zijn er heel veel hier. Ja, we hebben genoeg, Rick. Ik heb er 16. Meer zelfs. 18. Oké, dan openen we er wel vast de portal. Maar dan sluiten we hem even met trapdoors. En dan zetten we er een sign bij dat het nog niet te betreden is totdat we met z'n allen zijn. Of met z'n allen met degene die willen. Pak jij je place, trots, Nympho. Kijk.
kan je gelijk mijn vloer zien. Ah, je hebt een patroontje gedaan. Oh, je hebt sowieso het midden helemaal aangepast. Wow, veel meer ruimte. En de achterkant heeft ook een... Huh? Ik heb nog nooit achter deze berg gekeken wat hier überhaupt zat. Wow, wow, wat een ruimte hier. Ja, ik wat heb echt zieke ruimte hier. Ja, je hebt echt ruimte. Wat is dit dan? Huisje. Oh, het hondenhuisje. Wat leuk. Dat is wel echt heel leuk. En boom. 12 Eye of Enders. En dan drop ik hier je blazepowder terug. Nou, dan kunnen we weer terug naar het winkeleiland. Nou jongens, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dan wachten we even op Brick voor de laatste. En dan openen we hem. En dan gaan we met z'n allen binnenkort eindelijk een keer de end in om de Ender Dragon te verslaan. Ik zeg heel vaak per ongeluk Nether Dragon. En dat vind ik altijd zo stom van mezelf. Oh, maar dat gaat zo leuk worden als we dit een keer gaan doen. Sluit hem even af. Zetten we even sign erbij dat hij niet geopend mag worden of niet betreden mag worden. Want dat is een beetje lullig als we dat doen. Dus dan kunnen we beter helemaal met trapdoors gewoon afsluiten. Ben je er klaar voor? Yes. In 3, 2, 1. Beam! Wat een anticlimax! Waarom doet hij het niet? Hoe kan dat? Wat heb ik fout gedaan? Oké, we gaan poging 2. Misschien dat dit werkt. Yes, we hebben ze nu aan laten sluiten aan elkaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kijk, ze doen al iets. Kijk, nu klopt het al meer. En 3, 2, 1. 1. Nee! Hoezo werkt het niet? Hoe kan dat? Oké, poging 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, ben je klaar voor? 3. Wordt hem 100%. Je moet je meetellen. Oké, oké. 3, 2, 1. 1. Ja, hij werkt! Eindelijk kunnen we nu gewoon... Oh, oh, dikke beam dit. Kijk hoe raar, oh, jongen. Kijk uit dat je er niet invalt. Oeh, we hebben nu trapdoors nodig. Want nu kunnen we even afsluiten. Zo, hij geeft ook gewoon licht. Wat lijp. En het midden hoeft er geen, want daar kunnen we een blokje op doen met... zo, en daar een sign op. Niet betreden, we spreken een datum af. Hoppakee. Nou, hij staat er. Hij is ready om binnenkort gebruikt te gaan worden. Oeh, je kan er ook gewoon invallen als je wil. Zo. Dat gaan we niet doen. Ik vind het een geslaagd avontuur. Winkeleiland heeft een makeover gekregen. Het is nog lang niet klaar. Ik heb ook tegen Rick gezegd, ga jij wanneer je wilt ook lekker aan de slag. Iedereen van de server mag gewoon aan het Winkeleiland werken wanneer die wilt. Want dat is het voordeel. Het is een beetje niemandsland, hè. Het is niet echt dat één iemand specifiek verplicht is om hier alles te gaan doen. De portal die staat, hij is heel eng. Ik ben heel bang dat je erin valt als je te dicht in de buurt komt. Dus daarvoor moeten we oppassen. Maar ja, het is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest. Ik denk dat ik binnenkort ook maar eens een keer weer dit moet gaan aanvullen. En dan het winkeleiland, dat het gewoon weer een beetje tot leven komt. Misschien een nieuw winkeltje maken. Want ik vind dit op zich wel een mooie plek om nog iets nieuws te maken misschien. Want kijk, het is perfect zo tussen de andere twee winkeltjes in. Dicht bij de enderportal. Dus iedereen loopt er altijd langs. Zelfs voor René haar winkeltje heeft zo een goede spot. Hè? Ik wil zeggen zelfs voor René haar winkel. Maar letterlijk, je komt uit de portal, loop je loopt hierheen. En de eerste waar je langs loopt is René haar etenswinkeltje. René haar steen en weet ik veel wat allemaal winkeltje. Hele goede toeje. Dit pad hier moet wel nog even geüpgrade worden. Want je ziet het. Dit is echt een beetje een paar blokjes gewoon. En voor de rest, dit klopt ook allemaal nog niet. Maar dat komt wel, jongens. Ik zou met Robin een leuke portal maken. Robin kwam met het idee om een grote paddenstoel te maken. Ik weet niet hoe, maar het lijkt mij zo'n leuk idee. Dus ik wil er vast aan beginnen eigenlijk. Een mega reuze paddenstoel. Zien jullie het al voor je? Het zou wel heel cool zijn. Heeft wel wat te maken met het paddenstoeleiland natuurlijk. Ik ga wel gewoon beginnen. Ik ga mijn Wump pickaxe pakken. Ik ga wat van die paddenstoelen hakken die er zijn. Hier en daar. En dan kijken of ik genoeg blokken daarvoor heb om een reuze paddenstoel te maken. Gelukkig is hier een ender chest met een silk touch. En dan even zoeken waar is onschuldige paddenstoeltjes. Waar kunnen we die weghalen? Zoals deze staan wel leuk voor de details hier allemaal. Maar ergens in de verte waar toch bijna niemand komt. Want het paddenstoeleiland is natuurlijk behoorlijk groot. Daar kunnen we wel gewoon paddenstoelen hakken. Veilig. En is het dan leuk om een rode te maken? Of om een bruine te maken? Ik denk dat rood wel leuk is, hè? Rood, dat is meer paddenstoelachtig. Weet je, we doen wel gewoon rood. Rood is veel meer paddenstoelachtig. En ik heb even een beetje gekeken naar paddenstoelen. Gewoon online. Hoe een paddenstoel er nou daadwerkelijk uitziet. En het gaat natuurlijk een beetje van dik naar dun naar dik. En dan natuurlijk dat hoedje wat zelf de toot van Mario heeft. Weet je? Zo'n raar hoedje heeft hij natuurlijk op. Dus ik ben benieuwd of het iets wordt. Ik wil er ook een beetje hout, denk ik, in gaan verwerken. Want het moet natuurlijk wel een beetje custom en mooi zijn. Maar het gaat wel een uitdaging worden. Het gaat oprecht wel een uitdaging worden. En het leven zou een stuk makkelijker zijn als ik gewoon Silk Touch op een axe had. In plaats van op een pickaxe. Dan zou het ook 10 keer zo snel gaan. Maar helaas. Heb ik wel verdrietig nieuws. En dat is dat we de originele paddenstoel die hier staat wel weg moeten halen. Man, ik wil even een flashback naar toen we hier met z'n allen spannen voor het eerst. Oké, we gaan het heel veel testen ook. Waar ga je heen? Sander! Hallo, horen jullie mij nog? Ja, nog wel. Ja. Oh.
Hey Sander! Sander! Oh, ik heb wel veel woorden, maat. Jullie zullen maar... Wat ben je aan het doen? Ik heet die Wum. Koning Wum. Oké. Okay. Wie is dat? Gadverdamme, jongen. Weg met jou. Ga jij maar vast survivalen. Oké. Okay. Creeper! Wat een mooie flashback. Hoe ga ik dit doen? Halen we het pad even weg. Want dat was echt een heel lelijk bruggetje. Dat was echt niet normaal. De berg hier moet weg, want ik wil hem hier op de berg doen. Oké, dan hier de kist met de spullen die ik nodig heb voor dit. Ik heb nog veel meer andere troepen ook bij me. Maar dat is niet zo erg. Dit wordt echt toch een dingetje, hoor. Dit gaat echt een dingetje worden. Nou, daar gaan we. Ik denk dat ik eerst de vorm moet maken. En dat ik dan gewoon niet al te dik moet gaan. Maar het moet een beetje een rare vorm zijn. Want het is natuurlijk een paddenstoel. Zo, is dit een goede onderkant? Ik denk het wel, hè. Dat hij dan zo een beetje... Ja, hij moet ook een beetje krom staan, denk ik. We gaan wel gewoon ons ding... Ik heb echt veel meer nodig. Ja, het is nu al wel, zeg maar... ik zei dat ik hem niet te groot wil doen. Ik heb er nog maar één over. Hij is zeg maar al basically op. Rick, Nympho. Godsam, hij schrok me letterlijk. Heb jij Silk Touch hier? Yep. Heb je gewoon pickaxe nodig? Of? Nee, op een axe heb ik het nodig. Maar 7 diamonds en ik heb er nog maar 6. Later terugbetalen, is dat een ding? Ja, sure. Ja? Silk Touch op een axe, want dan kunnen we namelijk eventjes veel sneller die blokken gewoon hakken. Want dat duurde me toch zo ontzettend lang. Als ik dat met een pickaxe moest doen. Oh, jongens. Nu is het geen probleem meer. Nu is het spontaan geen probleem meer geworden. We hebben weer meer. En laten we het gelijk gebruiken. Ik weet alleen niet precies hoe. Ik weet wel dat ik genoeg rode paddenstoelblokken heb. Oké, ik denk dat dit wel een mooie hoogte is. Ik heb even een hoogte voor mezelf bepaald. En kijken van afstandje... Het is wel op zich een beetje laag. Hij moet denk ik nog wat hoger. En nu, hoe is hij als ik hem zo zou doen? Heb ik hem iets hoger gemaakt. Met een iets boogje. Hij krijgt een boogje die kant op. En dan wordt hij in die kant wordt hij een beetje zo. Maar hij is een beetje rond. Maar ik denk dat hij qua hoogte zo wel goed is. Ik kan me ook afvragen. Op zo'n eiland als dit. Hè? Als je dan met boommeel op een paddenstoel. Juist, dat dacht ik al. Oh, dat gaat me zoveel rondlopen en andere dingen verpesten schelen. Als ik nu gewoon dit kan doen. Daar staat hij hoor, de paddenstoel. Althans, de stam is onderweg. De vorm maken wordt in principe vrij simpel. Gewoon een rondje eromheen en dan die een beetje bol afmaken aan de ene kant. En hol aan de onderkant. Dus ja, dat wil wel gewoon lukken, denk ik. Nou, de bovenkant van de paddenstoel is denk ik wel klaar. Hij is op zich best hoog, best bol. Laat ik even naar beneden springen. En kijken hoe hij er van onderuit ziet. Nou, dat ziet er oprecht nog best leuk uit. En nu moet hij nog een beetje aan de onderkant gemaakt worden. Ja, moet je zien van afstand toch helemaal, joh. Als je hier staat, dan is het toch echt gewoon een paddenstoeltje waar je naartoe kijkt. Misschien dat de stam wel te dik is. Dan weet ik eigenlijk wel zeker dat de stam te dik is. We gaan de stam een beetje aanpassen. En dan kijken we wat we er dan van vinden. Zo, en als het goed is... Ja, jongens, dat is toch veel beter al. Hij is... Nee. Wacht even hoor, hij is nog steeds een beetje... Heel klein beetje raar. Oké, de onderkant is veel te dik. Maar dat is juist zodat ik daar even de portal in kan maken. En misschien ook nog wel een beetje een randje eroverheen kan doen. Want dan maak ik er misschien een soort dubbele paddenstoel van. Want dan is het even logisch. Want als ik die onderkant te dun doe, dan kan de portal er eigenlijk gewoon niet meer in. Dus nog niet schrikken. Nog niet afschrikken. Hè? Ik moet altijd wachten op de final product. Oké, steken we hem gelijk weer aan. Maar met wat? Ik heb geen flinterstiel. Kijk, nu klopt het dat de onderkant weer wat dikker is, zie je. Want dit, die portal zit eronder eigenlijk. En dan hebben we een paddenstoel. Wat lijp. Hooguit, misschien zou dat nog leuk zijn. Ga eens weg, jullie. Echt waar. Dus kan dit leuk zijn? Op zich. Ik denk dat het witte leuker is. Ik denk dat het witte in het algemeen leuker is. Ja, als ik het witte zo zie, is dat sowieso leuker gewoon. Ik heb even flint nodig. Dus dan gaan we sparen voor flint. Oh, nou, we hebben flint. Ik als het goed is ook ergens één ijzertje. Zo creëren wij flint en steel. En dan steken we gelijk die dikke portal weer aan. Rick, wil je bij de opening zijn van de nieuwe nether portal? Oh. Ja, kijk, met mijn paddenstoel. Hij is bijna klaar. Als het goed is, als ik dan eventjes... Piem. En als het goed is, klopt hij dan ook nog gelijk. Ik wil er ook nog een beetje sters aan toevoegen en andere dingen. Komt hij nu gewoon weer? Als het goed is wel. Ja. Nou jongens, de portal die is gewoon nog steeds gelinkt. Dat is echt helemaal top. Ik weet niet waar mijn zwaard en mijn eten omgedraaid zijn. Dan doen we het laatste even fixen van de portal. En dat is namelijk de onderkant van de mushroom. Moet een beetje nog iets boller zijn. Want die is net te afgerond. En dan een pad. Dat moet even dan gelinkt worden eraan. En dan kunnen we denk ik deze paddenstoel gewoon zelfs laten staan. De originele paddenstoel, jongens. Als het goed is, is het nu wel iets mooier afgewerkt aan de onderkant. Ja, kijk. Dan gaan we de lichtjes aan toevoegen. Dat was ik ook helemaal vergeten, want het is nog best donker. Maar als je nu van afstandje kijkt, is het wel gewoon een paddenstoel. Wat goed, hé. Er staat gewoon een grote paddenstoel. Oké, lichtjes.
Dat wil ik met hout doen. Ik wil gewoon houten vensters erop hebben. Nou, geregeld. Regelen we het pad. Hatseflats, dan is er een soort van al een pad gemaakt. Klopt nog niet helemaal natuurlijk, maar daar gaan we mee bezig. Daar gaan we mee bezig. Jullie snappen wat ik bedoel. Jullie snappen wat ik bedoel. Ah, oké, alles gaat fout. Zo, dan voegen we de stenen dingetjes ertussen. Moet wel gelijk een goed pad zijn. Oh, wat een verschil als je nu aankomt, hé. Het is niet meer daarop, het is gewoon lekker hier nu. Oh, wat ben ik hier blij mee. Jammer dat Robin er nu is. Dan had ik met een paddenstoel nummer kunnen zingen. Had ik echt leuk gevonden. Het is ook helemaal belicht nu het pad en zo. En moet je zien, jongens. Ik ben zo tevreden met de paddenstoel die hier gewoon is ontstaan. Het is gewoon de beste nieuwe netherportal die we hebben. Met mooie boompjes en weet ik veel allemaal erbij. Dus je hebt nu gewoon een veel leukere ingang dan dat je eerst had. Enig is, er ligt nu wel overal troepen en steen. Of overal troepen en kisten en weet ik veel wat. Dat moet wel even opgelost worden. Maar als je hier nu staat bij het winkeltje van René. Nou, ik ben er echt blij mee. Ik ben er echt heel blij mee. Dan sluit ik hier ook bij deze de video af bij de paddenstoel, jongens. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Heb je nou een leuk idee wat ik in de volgende video kan doen? Laat het dan zeker even weten. Ik heb nog veel te doen, maar er past altijd nog wel wat tussen. Spreek jullie later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.